De regering is vast van plan de beloofde COVID-19-steun toe te kennen aan zij die daarvoor in aanmerking moeten komen. Het is de bedoeling om in februari met de registratie te starten. Hoe deze steun eruit zal zien en wie hierop mogen rekenen, daarover hoort u minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in gesprek met de Communicatiedienst Suriname. Zoals u weet heeft het ministerie recent een nieuw directieteam ingesteld. Ik heb een team samengesteld waarbij de directie nu het jeugdbeleid aan het evalueren is, wat de afgelopen periode is gebeurd. En daar nemen we mee, het Nationaal Jeugdinstituut wordt ook geëvalueerd. En nu zijn we dan richting ons beleid aan het uiteenzetten en de jeugd een hele belangrijke rol gaat spelen in de samenleving om ook aan te geven en ook meer op het veld te kunnen zijn wat de problemen zijn van de jongeren, om de jongeren te helpen oplossen met hun problemen, preventiegericht voorlichting te geven. We hebben de afgelopen periode gezien dat we heel veel te maken hebben gehad met suïcide, jongeren die zich niet houden aan COVID-regels. Dus vanuit jeugdzaken zullen wij ook een belangrijke rol gaan spelen om deze informatie, voorlichting naar buiten te brengen, om de jongeren bewust te maken van hoe wij verder moeten gaan in, met het jeugdbeleid. Kijk, het beleid dat wij nu gaan inzetten bij het Nationaal Jeugdinstituut en met name Jeugdparlement, ik weet dat heel veel mensen daarnaar kijken en vooral de jongeren daarnaar kijken die bang zijn dat ze hun stem zullen verliezen, dat is juist niet het geval. Het is juist heel erg belangrijk dat we hun stem hebben, maar dat we echt hun stem ook gebruiken. Dat ze niet alleen vergaderen of iets dergelijks, maar dat ze ook zichtbaar zijn in het veld. Ook het beleid van het ministerie en van jeugdzaken op het veld gaan promoten en de problemen van de jongeren op het veld gaan identificeren. Ook trainingen gaan verzorgen. Dus deze jongeren dat we straks gaan identificeren in een nieuwe jongerenraad of jeugdparlement. We weten nog even niet welke richting we opgaan daarmee. Maar dat deze jongeren ook gebruik zullen maken van de vakscholen van het ministerie van Arbeid. Dat zij trainingen zullen organiseren in districten om drop-outs, om jongeren die in problemen zitten, om bijvoorbeeld jongeren die een vonnis hebben gehad terug te brengen op de markt, dat deze jongeren ook weer een toekomst kunnen hebben. Dus daar gaat de bijdrage van deze jongeren in komen, dat ze niet alleen in het jeugdparlement of komen vergaderen voor ons en adviserend zijn naar ons, maar hun bijdrage op het veld leveren. Sowieso, kijk, suïcide. We hebben de afgelopen periode gezien hoeveel jongeren zich van kant hebben gemaakt of geprobeerd hebben zich van kant te maken. Ik ben zelf geweest om met deze jongeren te praten. Degene, er is eentje die het heeft overleefd. En ik ben afgereisd naar het district om met de jongeren te praten, om zelf ook me te oriënteren wat het probleem is in de districten. En dat willen we sowieso gaan oppakken. We hebben ook afgesproken met een psycholoog dat wij onze mensen van jeugdzaken zullen trainen om in districten, en niet alleen districten, maar ook in Paramaribo, overal, dat we mensen zodanig gaan omscholen dat ze deze jongeren kunnen opvangen, dat ze deze jongeren kunnen begeleiden. Ook misbruikte jongeren willen wij gaan kijken hoe wij deze jongeren kunnen gaan opvangen, hoe wij deze kinderen kunnen gaan begeleiden. Drugsjongeren, jongeren die een vonnis hebben of een strafbaar feit hebben begaan, willen wij gaan opvangen en terugbrengen om hun toekomst daar te kunnen, een andere toekomst te geven. Dat wil niet zeggen dat die jongeren geen kans meer moeten krijgen. Dus dat is echt onze focus waar we naartoe willen gaan. Ik moet eerlijk zeggen, als wij geen COVID hadden, waren wij als ministerie en ik denk ook als regering veel en veel verder met ons beleid en met de als ik kijk naar trainingen en wat het ministerie van Arbeid als beleid heeft. Dus COVID heeft ons een beetje beperkt, maar dat wil niet zeggen dat we gaan stilzitten. We zijn nu intussen begonnen met een nieuwe voorbereiding voor onze COVID-registratie. De mensen en de kleine bedrijven, die hele, de micro en de KMO's die werkloos zijn geworden vanwege COVID. Dus onze registratie, onze focus is 1 februari dat wij beginnen met onze nieuwe registratie.
De registratie van de vorige regering die ligt nu bij het ministerie van Financiën. Het verschil is alleen dat wij heel erg goed gaan controleren. En dat wij een beleid uiteen gaan zetten dat wij niet... En het is niet onaangenaam te zijn naar mensen die hosselen of iets dergelijks. Maar we willen het wel professioneel oppakken. Dat wij gaan kijken dat we de mensen die belasting betalen... die in aanmerking kunnen komen voor een COVID-fonds. De mensen die werkloos zijn geworden, die belasting hebben betaald over de afgelopen periode, die werkloos zijn geworden, hebben ze een ontslagvergunning. Waarom zijn ze ontslagen? Waarom is er geen ontslagvergunning bij ons ingediend om deze mensen te ontslaan? Wat zijn de inkomsten van de bedrijf, van het bedrijf geweest de afgelopen periode? En wat zijn de inmindering van inkomsten geweest? Ik geef maar een voorbeeld. Een salon, een schoonheidssalon die wel geregistreerd staat bij KKF en belasting betaalt, mag nu niet open. Dus deze mensen komen sowieso in aanmerking. Dus dat willen wij gaan voorbereiden. Het is al in voorbereiding. En het wordt een online registratie. We kunnen vanwege COVID het risico niet nemen dat we mensen op ons terrein gaan krijgen. Maar dat we online zullen registreren. En deze mensen zullen ook via een bankregelingssysteem worden uitbetaald. Bij de vorige registratie hebben we 10.000 mensen geregistreerd. Niet wij, de vorige regering. Zij hebben 10.000 mensen geregistreerd. Wij hebben ons best gedaan om het bestand sowieso op te schonen. Maar geloof me, het gaat je niet in één keer lukken. En we hebben het bestand gestuurd naar het ministerie van Financiën. Dus nu ligt het aan minister van Financiën om te kijken of hij alle... Nu hebben we een bestand van 7.000 doorgestuurd. We hebben 3.000 kunnen doorlichten. Van die 10.000. Dus het bestand van 7.000 ligt nu bij minister van Financiën. En ik denk dat ik de komende dagen wel met hem aan tafel ga zitten om te vragen hoe wij het beleid daarop gaan uiteenzetten. En hoe hij dat ziet om deze mensen toch nog uit te betalen. Dus vanaf 1 februari gaan we beginnen met de registratie. En ik wil de registratie per maand doen. Dus als ik van de maand in februari, ik geef maar een voorbeeld, 1.000 registraties heb, begin ik die 1.000 registraties al naar minister van Financiën te sturen, zodat hij ook zijn werk kan oppakken. Dus ik denk dat we zo het termijn zullen oppakken. De uitbetaling laat ik aan minister van Financiën over. Als u ondernemer bent, gaat u zich registreren. Gaat u een professionele zaak opzetten waarbij wij als ministerie en ook de overheid een overzicht kunnen hebben. Het is ook heel erg belangrijk voor onze statistieken straks. Wanneer wij willen gaan kijken hoeveel bedrijven zijn over de kop gegaan vanwege COVID. Maar als we geen beeld hebben, als u nergens bent geregistreerd, kunnen wij ook niet u een COVID-fonds geven of een toelage geven. En wij kunnen ook niet weten of u inderdaad een bedrijf bent. Dus wij willen richting professionaliteit gaan. Wij willen richting transparantie gaan. Vandaar dat wij eisen van, hey, ga je registreren. Het kost je niet veel. Ga je registreren en laat weten bij het ministerie van Arbeid van, hey, kijk, ik heb een probleem. Ik moet in aanmerking komen voor het COVID, voor een COVID-toelage. Want wat gebeurt er eigenlijk? Soms zijn er mensen in een hosselsector, maar je bent, ik geef maar een voorbeeld, je bent ambtenaar, maar je hebt ook wel een kleine sappenfabriek. Begrijp je? Dus dat willen wij voorkomen. Dat wij, en als je geregistreerd bent, geen vuiltje aan de lucht, want dat is je bedrijf. Dan kom je in aanmerking voor het COVID-fonds. Niet alleen SAO, SPWE, SHTTC zullen een hele belangrijke rol gaan spelen. En net wat ik ook zei, bij jeugdzaken ook, maar ook bij onze... Dan ga ik direct het beleid van arbeidsmarkt, waar wij een nieuwe vacaturebank aan het opzetten zijn. Het is, laat me zeggen, niet nieuw, maar het moderniseren van onze vacaturebank, waarbij we verschillende registraties zullen hebben. Dat zijn de werkzoekenden, dat zijn de mensen met een beperking. En we willen zo ver gaan dat ik straks met minister van Bisa ga zitten om zelfs de ambtenaren die een andere uitdaging zoeken, die gaan registreren. Maar daarnaast ga ik ook de drop-outs, die registreren we al hier. En
Dan hebben we deze vier bestanden. Dat we misschien nog in, naarmate wij onze beleid uiteen gaan zetten, kunnen uitbreiden. Maar dat we ook het bedrijfsleven, dus wij zitten nu met VSB en het bedrijfsleven, om aan te geven dat zij hun expertises die zij nodig hebben bij ons registreren. En wij vanuit onze vacaturebank, deze mensen, door middel van onze vakscholing, SAO, SHTTC, SPWE, klaarstomen door middel van trainingen, klaarstomen om het bedrijfsleven te accommoderen. Dus dat is dat gesprek met VSB en daarom zeg ik met minister van BISA dat ik het bestand van BISA kan krijgen en de ambtenaren die een andere uitdaging willen hebben, dat wij die ambtenaren... Dus kijk, het is heel simpel. We moeten dat beleid nog inzetten. Ik heb nog niet met minister van Binnenlandse Zaken gezeten. Maar het is een bestand dat we kunnen gaan uiteenzetten. En dan denk ik vanuit mijn beleid uit wat ik daarmee zou kunnen doen, of wat ik daarmee wil gaan doen, is dat ik de ambtenaren registreer van hieruit. De ambtenaren die een andere uitdaging willen. Dat ik met het bedrijfsleven, en ik heb al met bepaalde bedrijven gezeten die openstaan hiervoor. Dat ik zeg van kijk, het eerste jaar betaal jij de helft van het salaris? Ik betaal de helft van het salaris. De overheid betaalt de helft. Het tweede jaar zeg ik, oké, jij neemt de ambtenaar volledig over. Vaak genoeg zijn mensen in de ambtenarij alleen om hun secundaire voorwaarden. Wat wij kunnen afspreken van het bedrijf, jij betaalt het volledig salaris, ik betaal de secundaire voorwaarden. En zo langzamerhand is de persoon dan straks in vaste dienst bij het bedrijf, waardoor wij, wij de persoon helemaal kunnen dat ze volledig in dienst kunnen zijn bij het bedrijfsleven en dat wij dan zo'n ambtenaar dan kunnen doorstromen. Ik wil zeggen, de afgelopen periode is een hele rumoerige periode geweest. Ook voor ons als ministers, ook voor de regering, de president, de vicepresident. Ik wil nogmaals vragen aan de mensen, even geduld, het komt goed met Suriname. We werken er naartoe en als we de kans krijgen, als het Surinaams volk ons de mogelijkheid biedt en de kans geeft om Suriname tot betere hoogtes te brengen, dan vragen wij even geduld daarvoor.